Ja, natuurlijk Vizier weer en vandaag weer een nieuwe live commentaar hier op Black Ops 3. En ze kiezen hun tip boven die andere map. Nou ja, het is even niet anders. Maar ik speel vandaag op de Xbox One, want hij is uitgekomen op de Xbox One. En dat betekent natuurlijk dat we even gaan kijken hoe het eruit ziet. Ja toch? Nee, ik heb al een paar potjes gespeeld, ik ben level 8. En tot nu toe, ja, het is heel erg laggy vandaag. Misschien dat het omdat de eerste dag beta is, dat het toch nog niet helemaal zo lekker werkt. Maar we gaan kijken of ik een leuke score kan neerzetten. Ik hoorde trouwens dat heel veel mensen problemen hebben met de code te redeemen. En de oplossing is waarschijnlijk dat je eventjes op via xbox.com je landinstelling eventjes anders moet zetten. Dus even op Brazilië. En dan de code moet proberen te redeemen. Online dus, eventjes op de PC. Voor mij moet dat de oplossing zijn. Dat werd gezegd in ieder geval. Dus hierbij. We gaan kijken of ik een leuk score neerzet. Ja, Hunter kiezen ze dus boven Combine. Dat is echt ongelooflijk. Nogmaals, ik vind het laggy de game. Maar ja, we gaan... We gaan kijken of... Enemy has Charlie. Hup, dat is een killetje. Securing Bravo. Okay. Me secure. That's nice. Nee, dat ga ik niet halen, Chris. Even omlopen. Koor is trouwens binnen, lijkt wel. Even zwemmen. Kut. Losing B. Losing A. Pardon! In het gras! Oh my god, ja, die dingen zijn zo fucking overpowered. Zo. Kut, zou je zeggen. Even genoeg spammen. Stungrenades, want dat wordt ook bij mij gedaan. En het is kut dat je gewoon nu gewoon niks meer hebt, hè. Dat is echt kloten gewoon. Je zit achter die berg of zo. Waar zitten ze? Daar zit hij. Even je UAV'tje inzetten. Altijd nice. UV'tjes is wat we willen hebben. En dan rustig proberen een strikje op te bouwen. Want op deze map ja, is het echt zo van ja. Even kijken hier. Oh my god. Okay. Even die cap meepakken voor de Hellstorm. En dan gaat hij nice. Nu misschien dat we even een strietje kunnen bouwen. Waar zitten ze? En... Oeh, bijna quad feet. En dat is nou mooi. Ja, deze map is gewoon zo van, ja, je moet gewoon iets anders gaan spelen. Want anders ben je gewoon de lul. De lul. En hij met telen. Fuck it. Ik ga dit ook anders spelen. Want iedereen speelt alsof het... ja, hoe weet ik weer is. Gewoon heel rustig en heel campy en weet ik veel. Ik vind het wel leuk om erin te zitten voor de gein. Dat is wel grappig om te zien even. In het begin killde ik trouwens veel de mensen mee. Maar dit potje is het echt... Tenminste, tot nu toe, als ik ermee speel... Als ik ermee speel, dan is het, nou, dan denk ik, nou. En. Nou. Nou. Nou, 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 nou. Even de voren mikken. Holy fuck. Ik moet eerlijk zeggen dat het, wel redelijk gaat. Voor mij moet ik eruit. Dan kan ik beter uitgaan meteen. Oh, ik ben ondertussen dood gegaan, zie ik. Dat is wel weer jammer, hè. Dat is wel weer... Oh, dat is slecht, Chris. 16-3. Nou, dat gaat wel goed. Oh, oh, oh. Dat is nice, jongens. Ik heb trouwens mijn rune.
Ja, er zit op te wachten. Best wel jammer. Ja, we staan wel voor. 100 om 42, lekker. Ik had een aardig streakje. Jammer dat ik gekild ben onder mijn ding. Ja, het is een nadeel dat je gewoon shipper bent, hè, onder de UV. Maar voor mij kan je dat met een perk kan je dat ook uitzetten. Dus moeten we dat maar eens een keertje gaan doen als ik een hogere rank ben. En anders doen we het gewoon ter zijnde tijd natuurlijk gewoon in de gewone game. Want op de andere console ben ik level 40 geworden. En ja, ik kon even natuurlijk 2 dagen niet spelen vanwege mijn internet issues. Dat is zonde, want anders had ik wel echt uitgeleveld geweest in ieder geval. Ik vraag me af eigenlijk misschien of ze het meenemen naar de volgende, tenminste naar de originele versie. Ik denk het niet hoor, ik denk dat je gewoon weer een reset krijgt, zeg maar. En even serieus, ik vond het al raar dat je niet dood was eigenlijk, zeg maar. Ah! Had ik toch kunnen pakken. Ik denk een paar maken gewoon met die roerende kill. Maar gebruik Sixth Sense, hè. Sixth Sense is wel echt handig hoor. Als je lang gerankt bent. Zat er nou nog eentje? Ja, nog eentje. Securing A. Oh, wow. Oh, wow, 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 wow. Even kijken waar ze zitten. Waar ze spawnen. Kijk, ze zitten daar in die. In het gebouwtje of zo. Hierboven. In die hoek zitten. Oké, dat is nice. Oh, de gast heeft. Sorry jongen, ik heb je kills gejat. Ik heb je kills gejat, jongen, sorry. Ja, dat kan gebeuren, hè. UAV energy levels at 50%. Oeh, met de razorback vanaf daar. Dat is best wel een mooie kill, vind ik eigenlijk zelf. Best wel kut. Kijk of ze hier binnenkomen. Ik denk het niet. Nou, in ieder geval een assist. Terug gaan. Oké, nice. Nou, dat had ik toch even moeten hebben. Even serieus, die had ik wel moeten hebben. Oh, ik heb dan trouwens hebben ze een orbital. Zo'n, hoe heet zo'n ding? Oh, die was er eigenlijk. Triple kill. 27 om 6. Dat is goed. Dat is natuurlijk nice. We hebben een orbital mee. What the fuck? Oh. Wow, wow, wow. Maar dat is slecht gekeken. Huh? What the fuck? Waarom gaat mijn beeld helemaal omhoog? Ik deed helemaal niks. Ik ging naar dood. Ging mijn aim ineens helemaal omhoog. Maar voor mij is dat door de... lek. Heerlijk om het woordje lek te zeggen. Oh, dit was lekker. Nice. Een headshotje. Nice, nice, nice. Even op die cap de kill pakken. Ja, ja. Ja, ja. Even op die cap de kill pakken. Dat is gewoon slim. En je UAV'tje. 29 kills. Oh, hè? Ik keek te veel naar de radar. Dat is zo kut. Gaat af en toe ga je te veel naar de radar kijken. Dat is ook zo. Ja, die zat veel, dus. Nou, niet gekilled. Bullshit. Wel een beetje onzin. De gravity spikes. Nou, ik speel eigenlijk in het begin lekker met de gravity spikes. Weet niet waarom, weet ik veel. Vind het leuk spelen, op zich. Gaan we die capturen zo te zien? Kijken of ze niet geflankt worden. Kan toch zomaar zijn, hè? Dat ze hier nog eventjes flanken. Nee, de ding gaat omgedraaid worden. Ik heb wel 30 kills, 9... 30 kills, 9 deaths. Nou, dat is op zich wel heel erg nice. Ik heb de crafting spike niet ingezet op het einde. MVP geworden! 3400 punten. Snel potje trouwens dit, want ja, ze doen gewoon wat minder. Maar op zich ja, dit is toevallig een goed potje, maar ik ging eigenlijk 3 keer echt kloten. Maar ja, het is gewoon weer eventjes gewoon lekker spelen, hè, zou ik zeggen. Vind ik ook, qua beeld vind ik trouwens de game vind ik wel een beetje, vind ik het wel een beetje matig eigenlijk. Vergeleken met de PlayStation versie. Lijkt wel de PlayStation versie iets mooier is. Ik weet het niet. Nou, laat
Laat even achter bij de comments of jij ook speelt op de Xbox One. En wat je tot nu toe van vindt. Ik vind het in ieder geval tot nu toe een beetje laggy. Ja, het is gewoon dezelfde game voor mij. Ja, het is ik kan er veel over vertellen, maar dat hoef ik natuurlijk niet meer te doen. Het is kut als je laag gerankt bent gewoon in die game. Want ja, je hoeft je spam natuurlijk. En nu heb ik toevallig een redelijk team daarbij. Maar ja, dan gaat het natuurlijk wel een stukje beter. Dus ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En...